Hey, welcome terug, dit is Dutch Dragon. We gaan beginnen aan een nieuwe campagne in Hearts of Iron 4. Er zijn een aantal verzoeken gedaan van een fascistisch Luxemburg tot een communistisch Amerika. Maar het lijkt me eigenlijk gewoon leuk om eens een keer gewoon echt een historische slag te spelen. Dus we zetten de computer zoveel mogelijk historisch gerelateerd. Uiteraard in Iron Mode. En we gaan gewoon, omdat het kan, maar een keer spelen met Duitsland. En deze campagne is uiteraard de oorlog winnen, maar als het even lukt ook de wereld veroveren. Mocht dat niet lukken, kunnen we dat altijd ook nog met een communistisch Amerika doen. Ook dat idee was erg verleidelijk. Maar het nadeel van Amerika is een beetje dat je de eerste 2-3 jaar eigenlijk helemaal niks te doen hebt. En ik denk dat Duitsland dus als campagne in die zin wat spannender wordt. We spelen op regular, zoals altijd. We starten German Reich 1. Ik had al even een game aangemaakt, puur om even te kijken wat de tech tree en zo was. Want ik heb eigenlijk nog nooit met Duitsland gespeeld. Althans, niet voor het echie. Goed, we gaan eens even kijken naar onze starttechnologieën dus. We beginnen al met een beetje kennis over wapens. Ook motorized is al binnen. Engineers en recon is al binnen. Qua tank zitten we al heel goed. Artillery is het begin ook al gemaakt. Land doctrine, uiteraard de Blitzkrieg. Dus met tanks zo snel mogelijk aanvallen. Naval is niet heel bijzonder. Alleen de submarines liggen eigenlijk op schema. Luchtmacht, ook al bijzonder sterk. Eigenlijk alles van 1936, behalve deze, is al onderzocht. Ja, Doctor moeten we uiteraard niet doen. En deze, uiteraard weer de standaard opening. Zo, en misschien ook wel al de volgende in Oil Refinery. Want als we ergens een tekort aan gaan krijgen, denk ik, is dat wel olie. Ik weet niet of we al raffinaderijen hebben. Nee. Misschien moeten we daar gewoon eens 2 van bouwen. En de rest kan ik eigenlijk wel een soort van volgooien met dit. Die heb ik in het begin toch wel veel nodig. Zo. Is hier voorlopig even zoet mee. Military factories. Die hebben we zo te zien genoeg van. Maar ja, je kunt eigenlijk nooit genoeg hebben. Tanks tekort. Motorized zitten we zo te zien redelijk goed. Fabriek hebben we open. Ik wou zeggen, het gaat wel heel lang dat ik gewoon kan bijschuiven, maar oké. De vloot. Als het goed is, zijn dat er 2. Oh, dit zijn er veel meer zelfs. Oké. Er zal er daar nog eentje liggen. Juist, dat zijn er 3. Oh, en daar nog eentje gevonden. Oké, nou, leg dan maar alles daar neer. Oké. Needed. Oh, ja, zie je. Olie hebben we gelijk nodig. Ik vreet gelijk 5 van die dingen op. Die ik eigenlijk in het begin liever voor andere dingen wil inzetten. Dus misschien moet ik even niks met olie bouwen. Ja, dat gaat niet lukken, want ik heb het allemaal nodig. Nou ja, so be it. Oké. Game speed kan wat mij betreft omhoog. Training. Eerst maar eens even kijken wat we eigenlijk allemaal hebben. Type. Dat zijn er pas 20 als het goed is. Oké. 1, 2, 3, 4. Oh, nou, dat komt dan precies zo uit. Dus dat is dan Infantry Army 1. Commanders, ja, we hebben er zat. Field Marshals wil ik allemaal niet hebben. Dit is een duidelijke Panzer General. Commando's, Panzer, Panzer. Is er nog één gewone? Fortress Buster. Lijkt me goeie voor het front hier. Alright. Volgende groep. 1, 2, 3... 3 tanks. Dietrich. Alright. En dan hebben we volgens mij niet zo heel veel meer over. Een SS-unit. Die zet ik hier maar even bij. En die bouw ik dan gelijk om naar een panzerdivisie. Oké. Waarschijnlijk dat we nog meer light tanks nodig hebben. Even 1 mountain unit en 1 cavalry unit. Tja, nou ja, die is dan even overig. Oké, goed.
Dat is geregeld. De focus, waar beginnen we mee? Rearmament of the Rhineland levert ons gelijk 120 punten op. Dus ik denk dat we daarmee kunnen starten. Hier dus nog wat dingetjes over en tekort. Maar dat lost zich uiteindelijk wel op. Goed, dan zijn we los. We zijn begonnen. Even kijken. De vloot even alles samenvoegen. Dan de subs weer apart. Sub 1. Mag wat mij betreft naar daar. En wat we dan hier overhouden is, als het goed is, gewoon de Kriegsmarine, inderdaad. Met wat mij betreft... nou, retreating speed is eigenlijk helemaal niet slecht, want we zullen vooral tegen de Engelsen natuurlijk moeten vechten. Dit... Oh, sorry. Dit zijn dan dus de subs. Alrighty. En dan production. Dat betekent dat jij dus bij de subs mag. Deze richting de Kriegsmarine. En deze ook check. Oké. Bouw eerst dat maar even af. Ja. No divisions in training. Nou, die hebben we zeker wel nodig. Zoiets. Iets te veel nog. Zo, 12 maal 2. Location. Wat betreft dan daar. En off you go. Oké, dan. Beetje olie over. Ik doe het toch gewoon met eentje minder. Zo. Deze hebben we ook over. Oké, mooi. Ja, verder de vraag vooral hoe we gaan spelen. Gaan we het helemaal historisch spelen en beginnen we met de aanval op Polen bijvoorbeeld? Of gaan we een verrassingsaanval doen richting de Fransen met misschien wel een naval invasion of iets in die richting? Hoe eerder we toeslaan, hoe beter natuurlijk. In principe mogen we al. Het kost natuurlijk wel lang voor die claim rond te krijgen, maar... Aanval op Zwitserland kan ook nog een interessante strategie zijn. Oftewel, opties genoeg. Ik denk dat we in het begin vooral... sterk leger moeten opbouwen. En dan daarna maar eens kijken wat het uiteindelijk allemaal oplevert. Daar hebben we al de remilitarization of the Rhineland. It's German territory. Oké, gelukkig geen Franse oppositie, want dat wil ook nog wel eens gebeuren. En zo pakken we gelijk onze volgende focus. Wat mij betreft de Rijksautobahn. Dan de Westwall. En dan hier industrial effort. En de eerste optie hier is al binnen. Captain of Industry. Lijkt me goed. Om het land snel op te bouwen. Tenzij hier... Industrial Research Time is natuurlijk ook wel prettig. Nee, laten we eerst maar gewoon het land opbouwen. Captain of Industry dus. Wat hebben we nog meer? Charmer. Silent Workhorse. War Industrialist. Ook leuk, maar deze maar eerst. Goed, daar gaan we. Nieuwe muziek. We hebben nog nooit met Duitsland gespeeld. Dus ja, geniet ervan. Het is echt van die typische Duitse marsmuziek. Overigens geen foute nummers, om het zo maar te zeggen. Niks wat verwijst naar iets rondom de Joden of iets dergelijks. Dus ja, in die zin kan je er veilig naar luisteren, zal ik maar zeggen. Zit het nou met deze? Wat komt hij tekort? Oh, dat valt eigenlijk reuze mee. Zeg nog, hij zal eens goed zijn gevuld. Wow. Oké, eerst de research klaar. Ook snel. Gelijk maar doorpakken. Eerste olieraffinaderij is ook bijna klaar. Denk je dat we daarna weer factories vrij krijgen om andere dingen te doen? Want die olie hoeven we dan dus niet meer te importeren. Althans, niet allemaal. 10 dagen. En opnieuw 150 punten. Ja, dat kan het nu denk ik wel. Blitzkrieg. Dat is allemaal nog wat vroeg. Artillery designer en zo. Nee, voor mij ook nog niet. Political mobilization. Of partial mobilization, sorry.
early. We kunnen al naar early. Oh, deze is beter. Nee, never mind. Of niet. Even kijken. Consumer goods. Ja, nee. Dan met het export. Misschien kunnen we die op free trade zetten. Maak die fabriek ook wat sneller. Oké. Okay. Spanish Civil War, dat is al vroeg. En dan kunnen we denk ik wel gelijk meedoen. Send volunteers. Hoeveel mag ik er sturen? 2. Dat is niet heel veel. Maar goed, dan met 2. Send volunteers. Dietrich. Cent. Oké. Okay. Ze hebben al gelijk een eerste oorlog te pakken. Rijksautobahn. Westwall. Legt de verdedigingswerken aan tussen ons en Frankrijk. En daar is de oil plant. Ook gelijk de upgrade ervan. Maakt hem volgens mij gelijk wat beter. Want dan gaat hij dus naar level 2. Ik weet niet precies hoeveel hij dan bouwt. Dat kunnen we wel even checken. We kwamen 2 tekort. En nu hebben we 3 tekort. Dat klinkt niet logisch. Sterker nog, dat is heel vreemd. Hoe zit dat dan? Oil. Nou ja. Zo dan maar. Misschien zijn we gewoon meer aan het bouwen. Kan natuurlijk ook. Production. Het is wel afleidend hoor, die Duitse marsmuziek. Oh, hij heeft waarschijnlijk meer olie nodig met die nu submarines bouwt en die andere niet meer ofzo. Ik weet het niet precies. Nou goed, maakt niet uit. Zij zijn gearriveerd. Dat is mooi. Betekent dat we ze ook gelijk gaan inzetten. Spanish Volunteers. Wat mij betreft, naar daar. En hier dan gelijk even het zaakje afsnijden. Lijkt me dan de juiste weg. Oh, hij is er al. Doet hij heel snel. Alleen wil hij, zo te zien, nog niet bewegen. Daar komt hij. Zo, daar gaat dan Valencia. De oorlog kan heel snel afgelopen zijn. Nieuwe research. Ja, worden we veel gebombardeerd straks? Dat is natuurlijk de grote vraag. Factory output 20%. En max factories gaat ook omhoog. Als we voor wereldveroverend gaan, dan zullen ze niet alles kunnen bombarderen. Dus laten we het hier een beetje op gokken. Die is nog te vroeg, die ook. Hier is de land doctrine dan maar. Oké. Valencia gaat vallen. Kunnen we nog meer volunteers sturen? Nee, 2 van 2. Oké, prima. Dan kijken of we richting Barcelona kunnen. Oh wacht, je kunt het al gelijk een gat zo te zien. Cancel. Vliegveld innemen. Dat is de timer. Dat betekent dat we de eerste aflevering min of meer gaan afronden. En dan kijken we of we deze splitsing gewoon helemaal kunnen uitvoeren. In ieder geval deze 2 units gaan we even vastzetten. Units misschien wel. Cancel. Pak hem maar hier. Ja, dit is gelijk een gat in zijn verdediging. Hoppatee. En dan gaat hij daar denk ik proberen om aan te sluiten. Juist. Ah, die zijn we wel kwijt. Die hebben we verslagen. Zullen we zelf maar supplies blijven houden. Ja, we gaan hier gewoon 4 units mee afrekenen. Mooi. Ik
Oké, speed mag ook weer een beetje omhoog. En probeert hij zo nog eens ontsnappen. Zo. Float ook verplicht naar buiten. En daar gaat hij. Oké, dat was opgelost. Doen we dat hier denk ik nog een keer. Maar dat wordt dan voor de volgende aflevering. Ik bedank je opnieuw voor het kijken. Hoop dat je heel veel plezier gaat beleven in deze nieuwe serie. Waarschijnlijk niet zo verrassend als die met Argentinië. Want dit wordt redelijk straightforward. Gewoon de zaak dus veroveren. Het doel is dus de hele wereld veroveren. Deze campagne gaan we wat mij betreft echt afmaken tot het einde. Dus eventueel ook ergens nog een klein eilandje van Vichy France of wat dan ook. Heel graag tot de volgende keer. En voor nu bedankt voor het kijken.